Busmanager Willem Bierma. Klaar voor Groentechniek Holland 2015? Ja, we zijn absoluut klaar voor Groentechniek Holland. Het is de laatste opbouwdag. Dus morgen vroeg gaat het los. En ik denk dat 95%, nee, 99% staat er nu. En het is droog. En dat is na 100 mm in 2 weken tijd, is dat wel even heel lekker. Ja, want dat heeft dat de voorbereiding een beetje letterlijk in het water gegooid. Ja, nou, we zijn altijd wel een beetje voorbereid op water. Het is in Bijvert een buitenbeurs, dus je moet er gewoon rekening mee houden. Dan heb je een bepaald slecht weerscenario wat je van de plank haalt. Maar dat moesten we nou dus echt doen. Dus dat, dat heeft wel wat vertraging opgeleverd met het inrijden van exposanten. Ze snappen het wel, maar het gaat allemaal wat langzamer. Dus het geduld wordt wat meer op de proef gesteld. Maar het staat er en het veld is behoorlijk heel gebleven. Dus de bezoekers die zien ook groen. Groentechniek Holland. En qua meer deelnemers dan vorige keer toch? Ja, meer deelnemers, meer merken en qua meters ook groter. Dus we hebben echt gegroeid. En waar ik heel erg blij mee ben, is dat we gegroeid zijn in de groeisegmenten. Afval en reiniging en in klein grondverzet. Dat, dat waren niches die nog wat minder aan bod kwamen de eerste editie. En die toch heel erg interessant gevonden worden door de bezoekers. En die staan ja, dat kun je nu al zeggen dat het interessant wordt gevonden door de bezoekers? Ja, dat kwam uit de bezoekersenquêtes en ook exposantenquêtes kwam er naar voren dat dat toch wel een beetje miste op de eerste editie. Nou, je moet ergens beginnen. Maar nou, dat is nu gerealiseerd. Dat staat er. Echt mooie aanmerken. En ja, ik bedenk het nu dat het heel interessant is om groentechniek te bezoeken als je actief bent in de groensector. Na anderhalf jaar produceren kijk je altijd wel uit dat het eindelijk eens een keer open gaat. En morgen is het zover. Ja, de bezoekers, hè, die doen het.